Welkom bij Studio Maliwa. Het seizoen 2019-2020 is al enkele speeldagen onderweg en we hebben een heel leuke tafel vandaag. We hebben de eerste rechtsback van KV Mechelen, Jules van Kleemput. Is de doelman, Yannick Toelen. En de eerste in van alles en nog wat, Billy Silverans. Oké. Okay. Billy, ben je al tevreden van het nieuwe seizoen tot nu toe? Ik denk dat iedere supporter, en ik weet misschien zelfs speler ook, voor 7 op 9 getekend had. Dus meer dan tevreden. Ik denk dat jullie als speler daar hetzelfde over denken. Ja, absoluut. Ik denk dat er van begin eigenlijk een beetje getwijfeld werd aan ons na de Supercup. Ik heb overal gelezen en gehoord dat we direct als degradant werden bestempeld. Ik denk wel dat we op een mooie manier bewezen hebben dat we toch wel een goede ploeg hebben en dat we er toch kunnen staan. Dus absoluut. Ik heb een klein cadeautje al mee voor jou. We hebben wat Imodium mee. Je weet nooit dat je het gaat nodig hebben. wat was dat tegen anderen? Nee, het was niet met een buik, het was mijn maag eigenlijk. Ik was een dag ervoor heel nacht ziek geweest. Oei, dus hier heb je eigenlijk niks aan. Nee, Imodium niet. Imodium. Okay. Maar ik zal het toch meepakken, je weet nooit. Dan hou ik het bij, voor de volgende keer. Dat is een mooie direct. Nee, het was vooral heel veel krampen in mijn maag. Dus. Buik was geen probleem. Het was wel opvallend. Je ging zitten en iedereen dacht, oei, hij heeft weer een kwetsuur zoals verleden seizoen. Ja, ik denk dat veel mensen dat direct dachten. Ik heb ook veel berichten gehad van, is er een enkel, is er een enkel. Maar het was echt mijn maag. Ik snap wel dat er zo wat rusting is. Ik had dat ook. Veel, omdat ik zo ging zitten op een bepaalde manier dat ze dachten van, oei, het zal een enkel zijn. Maar nee, het was mijn maag. We moeten niet ongerust zijn. Nee, zeker niet. Yannick, ja, jij bent eigenlijk later in de voorbereiding gekomen. Voel je al helemaal terug opgenomen in KV Mechelen, in die groep? Ja, eigenlijk denk ik van dag één. Gewoon een heel super goede groep. Ik denk ook dat het zo een beetje het stramien like vroeger was. Heel veel Vlamingen en daar een hele goede groep rondbouwen. En je merkt aan alles ook zo. Er worden wat spelletjes gespeeld onder elkaar en zo van die dingen. En dan, dat leeft wel in die groep. Spelletjes? Heel veel. Vertel. Ja, nu bijvoorbeeld dus aan tafel. Is er een groepje die dan zo bijvoorbeeld wie het laatste het bord aanraakt aan de tafel moet alles opruimen. Maar dat kan wel heel ver gaan in sommige momenten en dan is dat wel heel grappig en zo van die dingen. Maar jij bent nieuw, maar ja, je kent de club al, want je hebt er al eerder gezeten. Moet je dan die ontgroening niet doorstaan? Dat kies je zelf, maar ik denk dat ik dat wel moet doen. Gewoon ook, het is niet dat een jaar geleden is of zo. Hè. Het is echt al 10, 11 jaar geleden. Dus ik denk dat je de ontgroening ook sowieso moet doen. Ik weet niet wat ze met de club doen. Ja, ik denk op zich, als je niet als jonge gast komt, dat je niet echt ontgroening moet doen. Maar ik denk dat je hem nog wel moet gaan zingen. Dat is wel het is niet dat ze haar nog gaat afgeven. Nee, dat is enkel voor de jonge gast. Ja. Kende je nog iemand? Echt iemand kennen niet, alleen buiten Rob dan van Gent. Voor de rest, ja, alleen jongens die je dan hebt gezien het voorbije jaar, bijvoorbeeld bij de bekerfinale of gewoon in de competitie of zo, maar voor de rest echt iemand kennen, nee. Ik had gelezen dat je wel blij was om bijvoorbeeld Sjanke en Frankie terug te zien. Vertel eens. Ja, die waren er ook al toen ik er was en toen was Frankie eigenlijk de treinverzorger en Sjanke dan zijn poulain. En nu is het eigenlijk een beetje andersom. Dus zij zijn ook altijd contact blijven houden met mij en ook vaak naar Lommel komen kijken als ik dan toen speel op uitleenbasis. Dus en ik heb nog met verschillende mensen heel veel contacten gehad, met mensen van Ransten of van Laakdal, waar er een sportersclub is. Dus dat was altijd contact met mensen van Mechelen. Hoe komt het dat je zo dicht staat bij die groundkeepers? Ik denk omdat ik vaak toen ook een heel jonge gast was, dus ik speelde ook niet heel vaak. Dus ging ik met die mensen ook gewoon mee naar de wedstrijden kijken en dan bouwden we wel een band op. En met mij heel veel mensen. Ik was ook Peter van de supportersclub in Kampenhout. En die mensen hebben mij ook nog gestuurd als ik de dag dat ik had getekend en zo. Dus dat is altijd, ja. Ja, nu moet je dat peterschap terug opnemen. Waarschijnlijk wel. Ja, ze hebben het wel gevraagd. Ik heb er nog niet op geantwoord, maar waarschijnlijk ga ik dat wel doen, ja. Is dat het belangrijke bij KV Mechelen, hè? Dat je zo die band hebt, dat familiale gebeuren? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat we hebben een goede kern, maar we hebben misschien niet de beste kern van de top 6 van België, gelijk die mannen, maar we hebben gewoon een ploeg. En ik denk dat onze kracht zowel deze seizoen als vorig seizoen is geweest. We hebben een ploeg. Iedereen komt heel makkelijk in de ploeg. Het is niet dat nieuwe gasten dat die zo uitgesloten worden. Iedereen komt er direct bij. Het is inderdaad meer familiegevoel dan werkgevoel dat we elke hebben. En zijn dat dan... komt dat door de slimme transfers die we doen? Want ja, Jannie kende de club, is ook Nederlandstalig, is een Vlaming. Tuurlijk. Dat maakt het allemaal iets makkelijker. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat wel.
Het is altijd slim als je mensen pakt die horen bij de filosofie van de club. Ja. En Yannick hoort er volgens mij zeker... die past er perfect in, volgens mij zeker. Als ik dat zo hoor, dan moeten we misschien niet verrast zijn dat we zo'n goede start nemen. Ja, als de ploeg toch zo goed aan elkaar hangt en als iedereen zich goed voelt, dan is dat niet het belangrijkste in een voetbalclub. Goh. Jules haalt het daar net ook wel even aan in de Supercup. Ja, oké, het was niet de beste wedstrijd, maar ja, dan maak je als supporter automatisch ook wel een beetje zorgen. Maar allee, ja, dat hebben jullie niet automatisch. Tuurlijk, ik denk ook gewoon Ik denk dat die commotie daar rond een beetje overdreven was. Ik denk dat Genk in die flow nog zat van de kampioen worden in eerste klasse. En ik denk dat Jules dat ook kan beamen als je dan in die positieve flow zit. Het niveau is ook anders dan een 1B en een 1A. En zeker in de top. Ik ben ook van Lommel naar Gent gegaan. Dat zijn vier stappen verschil. Ja. Dus je moet je ook een beetje aanpassen. Ik denk dat dat een goede wake-up call is geweest voor de groep. Ik kwam de week daarna. En iedereen praatte daar dan wel over. Maar ik merkte niet echt in de groep dat echt iemand van zijn stuk bracht. En dan in zo'n toarium was dat echt er pads op. En... We hebben dat meer ervaren als les dan als mislukking eigenlijk. Iedereen was wel even teleurgesteld, maar de week daarna was direct de focus op Zult. En ik denk ook gewoon dat we, omdat er niet veel veranderd is tegen vorig jaar in de ploeg, dat we die automatisme nog hebben van vorig jaar. Bijvoorbeeld met Onur dat naar binnen komt, die kon erover. Nicola dat naar binnen komt, dat zijn dingen die er toch in zitten. En die onze sterkte eigenlijk ook wel zijn. Ja, dat is wat Frankie Dury zei. Hè. Mechelen is een machine. Dat was wel een heel mooi compliment voor jullie. Oh, absoluut. Denk je, zo'n grote trainer en dat je een compliment krijgt als promovendus is toch altijd plezant, denk ik zeker. Moeten we nu anders naar KV Mechelen gaan kijken? Het is nog vroeg, maar verandert er nu iets? Nee, ik denk dat we vooral... want ik ben er ook heel snel in geweest. Maar ik denk, nu dat ik een paar weken hier ben, ik heb gezegd linkerkolom. Maar ik denk dat we eerst gewoon moeten zien dat we ons eigen redden. En dan vanaf daar het stap voor stap weer moeten... en ik denk dat nu zaterdag een heel belangrijke match is. Als je nu wint, dan staat er eigenlijk al 10 punten op van degradatie. Dan hebben we een gouden start genomen. Hè. En dan moeten we gewoon zien dat je blijft punten pakken thuis. Mm-hmm. En punten op verplaatsing af en toe kunt sprokkelen. Mm-hmm. Want nu met die 7-9 mensen gaan nu wel een patroon verwachten van nu gaat alles wel oké gaan, want we hebben Anderlecht een punt gepakt. We hebben gewonnen van Genk thuis. En Zultuarium is ook geen makkelijke verplaatsing, want er gaan nog heel veel ploegen verliezen. Dus mensen gaan wel een bepaalde standaard zetten. Maar ik denk dat wij gewoon echt wedstrijd per wedstrijd moeten kijken. En dat doet de groep wel heel goed, vind ik. Dat we echt gewoon week per week kijken, niet te veel gaan tellen al. Nee, tuurlijk. Het is gewoon een vaststelling. Als je wint zaterdag, dan heb je gewoon een kloof van 10 punten al met de laatste. Dat is een vaststelling. Ja. Ja, dan toch nog even terug naar die wedstrijd tegen Anderlecht. Op voorhand, na die 6-6, was er wel het gevoel, dit is het moment. Ja, ik denk dat Anderlecht ook niet in hun beste flow zit. Dus het was inderdaad misschien wel het moment, maar... Ik denk dat je met een punt op Anderlecht altijd tevreden moet zijn. Ja. Zeker ook omstandigheden. Het was moeilijk, we hebben weinig kansen gecreëerd. We hebben heel hard op onze eigen helft moeten terugzakken. Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben als ploegen. En dat gebeurt inderdaad met Yannick. Ja. Er wordt er al gelachen. Ja. Nee, dank je wel, jongens. Nee, maar dank je wel. Dat moest op die moment. Anders was het een goal geweest. Dus op zich, wouden we de 0 nu uiteindelijk die match. En we hebben een punt. En dat is ook mede dankzij hem, omdat hij die beslissing ook mocht uiteindelijk. Dus. Maar we hadden in die eerste helft het ook al heel moeilijk. Had Anderlecht daar een goal gemaakt? Maar ik moet wel zeggen, het is niet het Anderlecht dat tegen Oostende speelde of de week ervoor tegen Moes Kroen. Dat was een heel ander aanleg. Misschien ook omdat we niet 100% deden wat we moesten doen. Maar ze vonden wel heel makkelijk de vrije man. En ik denk wel gewoon als die week per week... Ze speelden goed. Ze gaan in een ritme komen. Dus het enige wat ik denk is, en daar had ik er straks ook met Rob over... Als zij tegen ploegen gaan spelen die wel goed onder de druk kunnen uitspelen, dan gaan er wel veel ruimtes komen en dan gaan ze het wel moeilijk hebben. Maar dat is natuurlijk een systeem met vallen en opstaan. Hè. Je kunt niet verwachten dat jongens van 17, 18 jaar daar de boel gaan laten draaien. Nu gaat dat nog wel, maar eenmaal als iedereen onder stoom gaat beginnen komen, dan is dat wel een ander gegeven. Billy, volg jij de Facebookreeks van KV Mechelen, Achter de Kazerne heet die, denk ik? Yes. Daar leer je wel wat bij over wat er zich in de kleedkamer afspeelt, hè, tijdens en na zo'n wedstrijd. Ja, bijvoorbeeld tijdens de rust, als je daar binnenkomt. Dan, ik had dat zelfs nog niet gezien, dat die dat stonden. Hè, de hier, hè. Ik had dat nog niet gezien. Ik vind dat ook wel fijn om dat achteraf te zien. Dan zie je ook zo direct, dan zie je ook wie zijn de leiders, wie zijn de voortrekkers. Ook gewoon, die maar je, ziet ook, je zag ook wel die ontgoocheling. Toch van, door de omstandigheden hebben we er misschien niet het maximale kunnen uithalen deze speeldag.
En dat is wel mooi om te zien. Maar ik denk dat de ontlading eigenlijk best groot was, maar iedereen was gewoon stikkapot. Ja, maar gewoon, we hebben een ploeg dat gelooft in eigen krachten en ook niet bang is om durven uitspreken dat we op Anderlecht ook zeker even moeten gaan voor te winnen. Dat is ook gezegd vooraf. Het is niet dat we er moeten gaan met denken van, amai, een punt zou super zijn. Nee, we gingen echt voor te winnen. Dus natuurlijk is er ontgoocheling, maar er was ook realisme na de match van, een punt is zeker goed na omstandigheden. Die rode kaart. Te laat uitgekomen of niet moeten uitkomen? Ik heb de fasen herbekeken. Ja, je kunt beide opties nemen. Want ik was een paar stappen terug aan het zetten. En dat is mijn fout geweest om dan terug voorwaarts te gaan. Mocht ik gewoon op dezelfde lijn hebben gestaan en dan voorwaarts, dan was ik altijd eerst op de bal geweest. Maar wanneer dat de lange bal komt, zet ik twee stappen achteruit en die tweede stap is mij fataal geweest. Ik vind het wel streng dat je ook nog een speeldag krijgt. Want uiteindelijk hebben we 45 minuten met 10 gespeeld. Ik ben al blij. Ja. We gingen eigenlijk voor geen speeldag. En als je erbij waart geweest, dan ben ik eigenlijk wel blij dat ik maar één speeldag heb gehad. Want er waren bepaalde mensen in de bond die blijkbaar nog wel... Die het een zeer vuile fout vonden? Die het moeilijk hebben als Mechelen nog eens langskomt. Ja. Je merkte dat meteen aan bepaalde mensen. Aan de manier waarop ze spreken over bepaalde dingen. En ik wist al toen al van... ik ben al blij als ik één speeldag krijg. En, het voordeel is wel, Billy, we hebben 4 doelmannen. Ja, dat is waar. Dus op zich... Ja, kan gerolteerd en 4 goede doelmannen. Ik denk dat Souf dat heel goed heeft gedaan. Heel gek eigenlijk voor een jongen van 19 jaar. Zonder zoveel druk, met zoveel druk op die wedstrijd. Geen druk voelen, gewoon zijn ding doen. En moet zeggen, dat zijn niet veel jongens gegeven die dat kunnen. Ik kon dat niet op die leeftijd. Dus ik vind dat wel heel sterk van die jongen. Nou, met die man hebben jullie ook heel weinig weggegeven, toch? Ja. Ik vond dat de trainer een goede tactische zet had gedaan. En zij vonden niet de ruimte ertussen. Dat was het belangrijkste, denk ik. Ja, absoluut. En Anderlecht is een ploeg die kunnen wel via de kanten komen met Amuzu en Doku. Maar ook vooral proberen centraal de bal te zoeken tussen de lijnen. En ik denk, als je het centrum heel klein houdt, gelijk wij in de tweede helft, is het voor hun heel moeilijk om te voetballen. Ik denk dat onze sterkte was, denk ik, toch wel. Door de omstandigheden werd het een beetje de wedstrijd van de jonge jongens. Julia bent zelf toch ook nog wel... Vrij jong. Ja, absoluut. Ja, hoe vind je dat ze ermee zijn omgegaan? Hè, als ja, heel sterk. Ik denk, ik herinner mijn debuut nog, dan was ik toch wel vrij zenuwachtig. Maar die gasten waren echt vol vertrouwen. Dus echt wel absoluut mooi debuut voor beide. Ook Aster, zeker en vast. Ja, we verwachten er plots weer veel van, want dat was op Anderlecht. Ze deden het alle twee heel goed. En nu denken we, je moet de jongens ook een beetje laten groeien en evolueren. En niet te veel druk achter zitten. Ja, maar wij zijn supporters. Dus. Ja, natuurlijk, maar dat begrijp ik ook. En ik zou ook zo zijn als supporter, maar... Als ploegmaat weet je ook gewoon dat die jongens nog veel moeten leren op van de oudere gasten. Om zowel tactisch als fysisch als technisch beter te worden. En ik denk zeker dat die allebei wel een goede toekomst hebben als ze blijven ontwikkelen. Ja, hoe zijn ze op training? Voel je dat ze dat niveau eerste klasse aankunnen? Ja, zeker van Aster in de eerste week was iedereen een beetje verschoten met die voor zo'n jonge leeftijd toch al zo in sterk. De voorbereiding. Zo fysiek, zo technisch ook was. En ik denk dat je dat blijft bevestigen ook op training. Zeker je traint sterk, dus... Ik wel dat we er veel van mogen verwachten. En Sofian en maar ook Arno zijn ook goede keepers die nog wel stappen moeten zetten, maar die er ook wel kunnen komen. Die wel op termijn wel een toekomst kunnen hebben in eerste klasse, zeker. Het is gewoon... de probleem is vaak bij de jeugd nu. Iedereen wil nu zo snel mogelijk in de eerste ploeg zo snel mogelijk speelminuten maken. Maar je gaat stappen overslagen. Eigenlijk is een van de mooiste voorbeelden van de Borren en Company. Die zijn heel snel gebracht, die hebben heel snel gespeeld. Die hebben wat stappen overgeslagen. Company is dan naar Hamburg gegaan, die heeft dan heel veel kwetsuren gehad. Ja. En dan Van den Borren, die is dan, dat is echt met hoogtes en laagtes geweest. Want zijn van, hands down, een van de grootste talenten van België. Hè. En Company ook, als je dan zegt... Dat is een monster. Een en ook aan de bal. En ik ben hier en ik doe het gewoon even. En dat is echt magnifiek om te zien. Maar ik denk dat hij een heel groot stuk in het begin van zijn carrière heeft gemist door vele kwetsuren. Dus we moeten ook als club met die jongens rustig omgaan. Tuurlijk. Ik denk dat wij beiden ook een voorbeeld zijn dat ook niet direct moet. Ik ben naar IJs uitgeleend geweest. Hij is allemaal uitgeleend geweest. Dus er zijn bepaalde jongens die deze stap eerst moeten zetten. Maar er zijn er ook natuurlijk die direct in een A-kern kunnen komen. Dus... Dat valt zo af te wachten en ik denk dat ze de juiste keuze wel zullen Iedereen wil graag snel, maar er zijn ook laadbloeiers. Ik ben de laadbloeier, dus ik ben eigenlijk 28, 29 en nu zit ik pas
waar ik wilde zijn, waar ik eigenlijk al, als ik 20 jaar was, wilde zijn. Maar dat gaat niet omwille van mijn proces. En er zijn er nog zo'n. En ja, daar moeten wij de jongens ook een beetje in temperen. Maar ik moet wel zeggen, die jongens in Mechelen, die jonge gasten, ik heb er niet zo echt. In Gent had ik dat wel vaker, dat dan jongens moeilijker dingen hadden om op te pikken of wilden oppikken van de oudere spelers, omdat zij al zoiets hadden van ik speel al bij de eerste ploeg bij Gent, ja. Ik ga het hier even doen. Die lopen toch, oftewel hebben zoveel talent en lukt dat, oftewel ja, ga je eens tegen de muur lopen en dan ja. Het management van de coaching is daarin heel belangrijk, denk ik. Hè? Om de jongens de realistische doelen mee te geven. Ja, maar hij zei dat tegen mij. Ook die ontgroening en zo. Hè? Dat is, ik vind dat fantastisch eigenlijk. Dat die jonge gasten echt... daar houden die mannen echt mee op de grond. Hè? Want anders zijn ze, ja, gaan ze zweven. En door die ontgroening is dat echt... ook zo, ja, dat zijn stomme dingen. Hè? Dus het zweet, dat ik de bakken meenemen met dat drinken. Zorgen dat de spullen in orde zijn. Als er, dat is nooit anders mee, geweest. Ja, als ik heb dat moeten doen, jij hebt dat waarschijnlijk moeten doen. Dat is nooit anders geweest op Mechelen. Mechelen, ik denk dat er in veel clubs inderdaad niet is. Maar dat is ook, heeft mijn opleiding ook te maken, mijn filosofie van de club ook. Ik denk bij Anderlecht jonge gasten dat die heel anders reageren en zijn gelijk dat bij ons is. Maar dat is wel iets van de spelersgroep uit, toch? Of niet? Ja, dat wordt toch opgehamerd. Het is ook het kapitaal van de club, hè, die jonge gasten. En daarom worden ze soms wat gepamperd misschien, hè, bij vele andere clubs. Ja, omdat ze veel geld kunnen waard zijn natuurlijk. Als je zo'n paar jonge gasten kan doorlaten komen. Meestal is dat denken dat dat de juiste methode is. Maar, absoluut. Maar de voetbal is een harde wereld. En die is genadeloos, hoor. Ik denk dat sommige jongens... Iedereen loopt wel eens een keer tegen de muur. Ik heb dat ook al eens een keer gehad. Het is dan het moment om dan te zeggen van je doet er iets mee of ik laat het hangen. En ik denk als je dan te veel gepamperd bent, dat je dan afhaakt. Billy, plots hadden we een nieuwe doelman nodig. Had jij aan Yannick Toelen gedacht? Goh, zijn naam kwam toch vrij snel bij een van de mogelijkheden. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat hij hier vroeger zat en bij Gent niet meteen op speelmogelijkheden kon rekenen. Maar ze weten hier wel wat dat hij kan. Dus ik denk hoe snel is dat gegaan? Heel snel. Ja. Ik had die week maandag een telefoon gehad van Kortrijk. En ik dacht van ja, oké, Kortrijk. Dat klinkt niet slecht. Maar ik wist al dat dat een heel moeilijk verhaal ging worden. Ook omdat Brucesi eigenlijk dan al heel veel voorbereidingen had gespeeld. Dus ik was niet 100%, maar ik dacht van ja, het is beter als de B-kern begint. En dan belde Wouter Franke mij op. Was hij coach toen bij Lommel toen jij daar, of was dat later? Nee, hij was, ik heb bij hem gespeeld toen hier in Mechelen. Ja. En hij is trainer geweest in Test Sport. En mijn vader is daar technisch directeur. Dus we hadden nog wel wat contact, maar niet meer zoals vroeger. En hij belde me en hij zegt van ja, Jannek, wat is de situatie? Ik zeg ja, ik ben nog altijd bij de B-kern. Ik zeg, vertel wat is er aan de hand. En hij zegt, wat ik voelde al van ja, er gaat iets komen. En hij zegt ja. We zoeken een nieuwe doelman, want er is iets aan de hand. Ik kan nog niet vertellen wat, maar... En dus jij was direct mee in het verhaal? Ja, ik zei direct. Ik zeg, ja, oké. Daar moest ik niet over twijfelen. Ik heb direct toen mijn manager gebeld, Nico Vazen. En ik zeg van... ik zeg, Boyke, regel het maar. Ik zeg, maakt niet uit hoe. Maar zie maar dat het in orde is. En dan waren het zo lange uren. Dan kreeg ik terug telefoon van hem en zegt van ja, we zijn er alles aan het doen, want er zijn nog managers die een keeper aan het pushen zijn, like Nordin Jakkers bijvoorbeeld. Roef was ook een van de dingen. En dan hebben ze echt er alles aan gedaan om toch... En ik snap dat wel, want als ik bestuurslid zou zijn en je kunt dan kiezen tussen Roef of tussen mij, dan heb je wel eerder de neiging om met Roef iets te beginnen, omdat hij die ervaring heeft. Maar ik hoorde dan achteraf van de technische staf dat ze echt mij wilden erbij hebben. En dat geeft veel vertrouwen. En dan daarna heb ik direct die wedstrijd kunnen spelen. En ook niet vertrouwen beschadigd van de spelers en van de technische staf. En van de supporters. En van de supporters. En ik denk dat dat goede dingen was voor mij, dat ik meteen er stond op die wedstrijd. Dat heeft de integratie ook voor mij veel makkelijker gemaakt. Ja, Jules, ik wil hier de zaak Verrips niet helemaal ophalen, maar gewoon als groep. Dachten jullie even van, oei,
Wat gebeurt er nu? Vlak voor die competitie, we hebben een doelman nodig. Toch een belangrijke positie in het elftal. Ja, tuurlijk. Iedereen was een beetje verschoten, omdat we, ook, dat we niet meer verwacht hadden dat Michael nog zou vertrekken. En dan gebeurt dat. En was hij er ineens niet meer op training en dan worden er veel vragen gesteld. En dan, in het begin is er eigenlijk ook niet veel gecommuniceerd naar ons toe. Dus we waren zo onzeker over wat er zou gebeuren. En ik denk dat ook, hoe dat ook gebeurt, is heel spijtig. Want ik denk dat iedereen Michael een transfer gunde. Maar natuurlijk, dus zullen wel, hij zal zijn redenen ook hebben die we nog niet weten of die hij misschien later zal vertellen. Maar iedereen vond Michael een hele goede jongen. Hij zat heel goed in de groep. Hij was een motivator, was een fantastische keeper. Dus het is spijtig voor ons natuurlijk. En Yannick heeft heel goed opgevangen. Ik denk dat iedereen content is dat hij nu bij ons is. Dus. Voor jou is het misschien eindelijk ben je daar waar je wou zijn. Je bent nu wel echt eerste doelman in eerste klasse. Ja, dat heb ik heel lang op moeten wachten. Ik denk persoonlijk dat ik wel eerder mijn kans had verdiend, ook bij Gent. Maar oké, voor mij is dat hoofdstuk afgesloten en ik focus me nu alleen nog maar op Mechelen en op de toekomst van Mechelen. En ik heb ook nog contact gehad met Michael. Dat is eigenlijk een heel goede gast, want in de moeilijke periode die ik heb gehad in januari met mijn dochter, heeft hij mij ook een berichtje gestuurd en zijn steun betuigd. En eigenlijk is hij een hele goede gast. En zoals ik Jules zegt, hij zal ook zijn redenen hebben die wij niet weten. Wij zullen daar denk ik ook nooit niet het fijne van weten. Maar ik denk dat je voelt dat ook. En iedereen had het er ook wel over. Iedereen gunde hem het wel, de transfer. En hij is dus ook gewoon een goede gast. En nu ga je plots van B-kern van A-Gent naar eerste doelman van de mooiste club van de wereld. Dat is toch, beter kan eigenlijk niet. Ja, beter kan niet. Het is toch? Ja, nee, dat is zo. Zwaar. Jules, voor jou is het toch ook wel eigenlijk een beetje het seizoen van de doorbraak. Vorig jaar al, dan had je die enkelblessure, maar nu is het de eerste keer dat je echt als basisspeler aan eerste klasse begint. Ja, tuurlijk. Ik denk dat drie jaar geleden heb ik mijn debuut gemaakt met Ferreira. Heb ik 10 matchen dat jaar gespeeld. En het jaar daarna was een verschrikkelijk jaar. Het is een keeltje dat kwets geweest. Maar 3 matchen kunnen spelen. En vorig jaar moest het jaar van de doorbraak zijn. In het begin leek dat dan een beetje mis te lopen. Omdat ik bij trainer Van Wijk dan niet speelde. En dan is er nu de coach gekomen, Frank. En daar heb ik eigenlijk van begin af aan alles mogen spelen. Hij heeft heel veel vertrouwen in mij. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Ik denk dat ik dat op zich wel een goed seizoen heb. En dan gebeurt dat met die enkel. Dat is heel spijtig. Maar dat is ook iets, ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière, van geblesseerd te zijn en altijd moeten terugkomen. Dus ik laat mijn kop niet hangen en ik probeer gewoon elke keer terug te bewijzen wat ik kan. En deze is het jaar van de bevestiging eigenlijk, zeker en vast. Ja. Hoe oud zijn jij eigenlijk? 22. Hoe? 22. Wow. Jij nog even. Billy, het viel wel op vorig jaar, na die enkel blessure van Jules, dat Wouter Franke, de coach, het heel vaak aanhaalde van het is toch hij wel een gemis. Vaak dat we missen, ja. Dus ja, dan. Dat zegt toch wel veel over hoe belangrijk Jules van Kleemput is in ons huidig systeem. Moet Wouter nu gigantisch tevreden zijn dat hij er terug is? Hè? Ik herinner mij de eerste goal tegen Genk, denk ik. Nee, met dat hakje van Schoofs en een van de tweede. Dat jij daar ook wat dieper stond en eigenlijk de opzet geeft voor de goal met die diepe bal op Rob. Dus ik denk, iedereen weet dat Jules een vechter is en zijn kop er altijd voor ligt. Maar als de voeten er dan ook nog eens meegaan? Ja, wat kon je net zeggen? Het is niet alleen de vechters. Hè. Het is ook een die kan ballen. Hè. Op trainen laten we dat ook vaak zien. Ja, nummer 10 op trainen. Ja, een kleine sollicitatie. Ja, absoluut niet. Maar ik pak nummer 6. Nummer 6, nee. Nee, maar ik kan hem zo wat beetje vergelijken qua dezelfde dingen met Thomas Fouquet. Hij heeft zo wat dezelfde speelstijl. Ook 2 keer zo breed wel. Ja, pas op, Fouquet is ook wel een serieuze boy. Hè, maar ja, hij heeft ook dat loopvermogen en ook dat willen voetballen van achteruit. En ja, ik zeg, als hij kan gespaard blijven van blessures en hij blijft die progressie maken die hij nu heeft, wat een lof. Dan ziet het er goed uit. Ja, heel mooi. Het is wel, op links heb je Bijker en Storm die een tanden vormen. Rechts, doordat Kaya vaak naar binnen gaat, is het wel belangrijk, want je staat er alleen voor. Ik denk dat het systeem voor mij heel gunstig is, omdat ik loop graag mee naar voren. En denk dat Kaya dan altijd de ruimte voor mij maakt waar ik kan inkomen. En denk dat voor mij niet beter kan zijn. En je kunt ook altijd een ene voor hebben die zelf de actie wil maken. Dan kom je misschien minder aan de bal als rechtsback, maar nu met onder, dat is de perfecte combinatie voor mij. Dus probeer gewoon te doen wat de coach vraagt en voorlopig lukt dat goed. Je wil wel echt een aanvallende back zijn. Je wil ook assists geven. Ja, zeker. Ik denk dat iedereen zowel... Wel scoren. Wil je ook scoren? Hè? Dus, niet per se, maar dat zou mooi zijn. Maar ik ben ook niet opgegroeid als verdediger, dus voor mij is die indrang naar voren er altijd al geweest. Dus dat zit nu ook wel in mijn spel en ik denk wel dat de trainer wel oké mee is. Het is wel de plaats in het moderne voetbal waar er nog ruimte is. Hè. Vaak de backs
als ze komen van ver, worden vaak vergeten en dan is er plots een opening. Ik denk voor een links of rechts voor is dat het ergste wat er is om altijd moeten meeverdelen en altijd teruglopen. Dus die moment dat ze dan iets lossen, dan moeten zien dat je ofwel een goede voorzet ofwel een goede trap kunt verder brengen. Dus. Hoe hard heb je genoten van die goal van Engvall? Want dat was toch als ploeg het duidelijke voorbeeld van jongens, we hebben hier wel iets opgebouwd. Ik ben blij dat ze de beelden niet op mij hadden staan, want ik was echt in volle extase. Nee, maar het is toch een van de mooiste goals dat ik de laatste jaren gezien heb. Ik vind dat er eigenlijk heel weinig wordt over gezegd. Filip Joos heeft dat nu wel even aangehaald, maar ik moet nu wel echt zeggen, qua ploegverband is dit echt een waanzinnige goal. Waanzinnige goal. Ja, dat is ons spel denk ik ook een beetje, dat we proberen combineren altijd en dan met veel lopende mensen. Maar je kan me toch niet zeggen dat je zoiets kan trainen? Nee. Ja, pas op. Er zit een looplijn, bijvoorbeeld die Rob die infiltreert in de rug van de verdediging, is toch een looplijn die bij ons wel... Maar dat pas die jij geeft... train je daarop? Om dat station over te slaan recht diep? Je traint erop, maar je moet ook zorgen dat je hem goed speelt. Want voor hetzelfde geld gaat hem over de achterlijn. Maar alles moet perfect zijn op dit moment. Ik denk dat alles ook goed lukt. Ook de actie van Rob is fantastisch gedaan. Dus denk je dat het de perfecte goal is. Van Gustav, dat hij dat leest, dat Rob dat gaat doen en dat aanvoelen. En dan zie je dat Mechelen al 2 jaar met dezelfde ploeg speelt. Dat is wat ik wil zeggen. Als dat een nieuwe ploeg is, dan lukt dat niet. Ik zat op de hoofdtribune, toevallig, omdat ik daar even moest helpen, omdat er daar iets van techniciteiten niet meteen marcheerde. En ik stond toevallig net in het portaal. En die mensen zijn er normaal gezien heel rustig. Die werden allemaal gek. Dat was echt een waanzinnige goal. Die werden allemaal zot. Iedereen stond recht. Dan werd dat echt over gebabbeld. Dat niet normaal was. Ik denk ook gewoon dat iedereen wou bewijzen aan Genk van dat de Supercup een schoonheidsfoutje was. Ja. Dat we geen zwakke ploeg zijn. Dat we echt wel laten zien van wij kunnen ook van jullie winnen. Dus. En nu moeten jullie laten zien dat het geen eendags moment was. Nee, tuurlijk. Elke week moeten wij bevestigen. Tuurlijk. Ja, maar dat is wat ik wilde zeggen te straks al. Van week per week en elke wedstrijd terug vanaf nul beginnen. Elke wedstrijd is een nieuwe start. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Absoluut. Wat ik ook heel hard vond in dat moment, het stadion ontplofte echt. Hè. Voelen jullie dat op het veld ook zo? Ja, absoluut. Ja. Voor mij zeker. Meestal als we in de eerste helft richting de oude tribune nog spelen en de tweede helft richting nieuwe. De tweede helft is voor mij echt, dat is waanzinnig. Als je gewoon die muur speelt, die supporters zijn mee naar voren duwen. Dan denk ik fysisch nog 10 keer sterker dan anders, omdat gewoon echt... Wordt er zo naartoe gezogen. Ja, wordt er naartoe. Dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar dat is echt... Je sfeer voelde op het veld echt. Dus het is niet dat wij zingen voor niets. Nee. Het heeft absoluut zo niet. Maar dat is ook zo van die minuut 1, als wij dan druk gaan zetten, dat was echt direct iedereen erachter. Dat is echt, dat is heerlijk. Ook een heel mooi moment vond ik in de wedstrijd tegen Genk, 15e minuut. Wordt geapplaudisseerd voor jou. Doet dat... Allee, dat moet je toch sterken van, oké, dit is... Dit voelt goed aan. Ja, De eerste keer tegen Zoten had ik het echt moeilijk. Moest ik echt mijn eigen in bedwang houden. Want ik heb daarna met Wouter ook over gehad. En Wouter zei van ja, probeer dat af te sluiten. Want anders dan ben je niet meer in de focus. En tegen Genk had ik wel ongeveer in de gedacht van... Want ik wilde echt in de wedstrijd blijven. Want als ik me dan weer helemaal laat gaan, dan verlies ik de focus. En er moet maar eens iets gebeuren in die minuut. En dat wil ik ook niet, maar ik apprecieer dat wel enorm. Dat is iets, ik kan dat niet uitleggen. Dat is... Maar ik kan begrijpen als jij zegt van, het was heel mooi dat we dat gedaan hebben, maar dat je zegt van ja, je mag daar ook mee ophouden als supporter, want jij moet je focussen op die wedstrijd. De supporters moeten doen waar zij zich goed bij voelen en als zij dat willen doen voor mij, dan vind ik dat fantastisch. Maar ik hoor het wel en ik voel het wel. Maar het is niet dat ik dan op dat moment... Ik mag daar niet mijn eigen in laten gaan. Maar ik vind dat wel fantastisch als ze dat doen. Dat is iets wat ik altijd meepak. Vorig jaar ook. Ik was zelfs niet een speler. En ik kreeg dan honderden berichten aan van KV-supporters. Ook van de wedstrijd. Veel sterkte en zo. Je ziet dat allemaal. Dat is, ja. Kan je dan zo'n... Ja, is het voetbal iets om je gedachten te verzetten dan? Nu? Die periode merk je wel dat voetbal heel relevant is. Eigenlijk vroeger mocht ik, nu bijvoorbeeld nu die rode kaart, mocht dat 5 jaar vroeger zijn gebeurd, dan lag ik hier nu met mijn mond tot op de grond. Ja. Maar nu is dat zo, na een half uur is dat passé en het gevoel, dan besefte wel wat echt belangrijk is. Voilà.
Hey, we moeten naar een ander onderwerp. Hè, want... Ja, dank u. Is er iets veranderd in de kleedkamer na het vertrek van toch ervaren spelers als Zet de Witte? Team Matthijs is naar de scoutingcel gegaan. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat wel twee belangrijke figuren waren in de groep. Denk, misschien hebben ze allebei vorig seizoen niet altijd heel veel gestart. Ik denk dat zit op het einde wel, maar op zich minder dan andere seizoenen. Maar toch, die impact is heel groot. Dat zijn jongens met heel veel ervaring. Dat zijn mannen die echt binnen de club ook hun plaats hebben. Zeker Zet heeft 9 seizoenen bij KV Mechelen gespeeld. Dus dat was zo'n cultfiguur. Zet is ook ligt heel dicht bij mij in de ploeg, ook buiten de voetbal. Dus. Ja, jullie zijn van dezelfde regio ook, toch? Ja, hij is van Aarschot en ik ben van Wilrijk. Maar ook buiten de voetbal spraken we af en toe af. Zet is een fantastische mens, maar Tim ook natuurlijk. Het zijn twee toffe gasten. Twee gasten met drive, met spirit. Dus dat past dan ook perfect binnen de ploeg. En hebben ons vorig jaar veel gesteund. Zowel op als naast het veld. Juist aanwijzingen gegeven. En als ze speelden, was er altijd boem op. Dus ik denk dat Zet ook echt chapeau voor een bekerfinaal. Want hij heeft nog een heel sterke match gespeeld, absoluut. Heel sterk. Dat kan ik beamen. Oh. Ja. Die bekerfinale, ja, wij waren daar heel gelukkig mee natuurlijk. Ja, ja, en terecht. Ik moet zeggen dat wij als Gent toen niet klaar waren voor die bekerfinale. Als we dan zagen na 5 minuten, zij hadden de bal, we gingen geen pressing zetten en zij verschoten daarover. Want ik had dat met Wouter al over gehad en hij zei, ja, wij vonden het raar dat jullie dat niet deden. En ik denk dat wij zelf als Gent dan ook onder de indruk waren van hun omstandigheden, maar zij hadden daar eigenlijk geen last van. Zij speelden gewoon hun spel en ja, ik heb toch serieus een paar keer gevloekt zijn maat in die dag. Jij ook, jammer genoeg. Je was er niet. Allee, je kon niet op het veld staan. Nee. Ja, dat was super pijnlijk natuurlijk. Je mocht heel het seizoen bijna mee en zowel de 2 finale matchen tegen Beerschot als de bekerfinale moeten missen. Ik denk dat als jonge gast heel pijnlijk is, want hoeveel keer in je carrière mocht een bekerfinale uiteindelijk mee. Als je bij KV Mechelen blijft, we gaan er nog eens spelen. Ik hoop het, absoluut. Ik ben er zeker van. Nee, absoluut. Maar ja, het is niet plezant als jonge gast. Maar je moet erover zitten en je moet de ploeg eigenlijk zo goed mogelijk proberen steunen. Ja. Ik denk, even hard gevierd heb als de rest, absoluut. Ja. Wie is nu de leider in de kleedkamer dan? Ja, ik denk dat het niet eigenlijk één persoon is. Ik denk dat je veel meerdere personen hebt die zo'n leider zijn. Ik denk dat Onnoer zal zo voor de Franstalige kant zijn. En dan bij de Vlaamse kant zijn heel veel jongens dat eigenlijk de ploeg vooruit trekken. Ik denk dat onze sterkte ook is dat we niet één iemand nodig hebben, maar zelfs die persoon wegvatten, dat iemand anders dat oppikt en invult. Dus ik denk dat we absoluut wel een goede groep hebben. Ja, Billy, wat me opvalt dit seizoen, ze zijn fit. Dat is altijd al wel geweest, maar nu valt het mij nog harder op. Dat we ook in eerste klasse fysiek zo sterk zijn. Vorig jaar kwamen er ook gasten in de loop van de voorbereiding bij. En nu hebben die heel de voorbereiding kunnen meelopen. Ik denk dat dat ook een groot deel compenseert ten opzichte van vorig seizoen. En nu is het ook, het is Wouter dat die aspecten legt. En vorig jaar was het nog Dennis van Wijk. Denk ik. Focus je misschien op andere dingen. We hebben Glenn van Rijkigem ook al te gast gehad in onze podcast. Hij is er wel echt mee bezig. Hè? Ja, tuurlijk. Ik denk dat Glenn is heel toegewijd. En er wordt vaak op hem gevloekt ook. Omdat iedereen loopt even graag. Nee, tuurlijk. Maar het feit dat iedereen zo sterk is fysisch, heeft ook aan hem te denken. Ik denk dat er nu een heel goede balans is in de week. Dus wanneer dat we echt is pittig moeten trainen en wanneer het er goede rust moet gepakt worden. Dus ik denk dat goed zit. En ik denk dat de reden is waarom we bij fit blijven. Want je hebt ploegen dat fietsen in het begin, maar dan afzwakken. Ik denk dat wij wel die fitheid in het seizoen kunnen aanhouden, normaal gezien. Ben jij een van de sterkste lopers? Dat zeg ik niet. Ik denk... Want dat lijkt me wel. Op die flank moet je toch wel een enorme... Ik denk dat dat meer in de verf komt door je oppositie. Ik denk dat er veel jongens zijn dat goed kunnen lopen bij ons. Maar bij mij is gewoon, op een wedstrijd heb ik precies dat extra dat ik kan geven nog. En dan kan ik gewoon blijven lopen. En dat is een beetje misschien ook de atmosfeer van de supporters dat erbij helpt. Dus. Ja, er wordt wel gezegd, Billy zei het daarnet ook al, Jules van Kleumpit is wel met zijn fysiek bezig, je ziet het ook. Je hebt wel wat uren in de fitness gesleten, toch? Ja, ik denk misschien een tijd geleden eigenlijk een beetje te veel, want toen ook wat blessures gehad. Dus ik denk misschien dat ik wat meer balans had moeten creëren, maar ik denk dat dat nu veel beter is. Ik ben ook wel afgevallen, dus ik voel mijn eigen fit en ik hoop dat ik ook fit kan blijven. Dus, is dat niet ook omdat je dan verkeerd hebt getraind? Of is dat... Ja, dat was, ik was nog jong en ik dacht van ja, ik moet mannekei worden en alles optrainen, maar op zich is het veel belangrijker om je spieren van je benen te trainen dan dat je bovenlichaam gaat trainen, wat ook natuurlijk belangrijk is, maar ik heb nu die balans gevonden om te onderhouden in plaats van spieren bij te kweken. Dus dat is wel was het ijdelheid of een soort verslaving? Of? Nee, het was gewoon die drang om, ik dacht van als ik sterker ben, als ik fitter ben, ga ik spelen en ik moet meer lopen, meer trainen en dat is misschien
Het jammer dat ik vergeten ben om ook af en toe eens te rusten. Nee, misschien wel mijn probleem geweest met die blessures, maar nu zijn er volwassener in geworden en ik het mij wel heeft geholpen. Ik denk dat dat bij veel jonge gasten is die dan willen optrainen. En er wordt ook altijd manieren tegen die jonge gasten gezegd van ja, jij mag niet op de tafel gaan liggen en zo. En ja, dat is zeven. Hè. Iedereen, ik vind dat je minstens altijd één dag in de week rust moet hebben. Gewoon niks doen, gewoon ook alles loslaten. Ja, dan is de goesting de week erop veel groter, omdat je dan ook die dag rust hebt gehad. Ik had dat vroeger ook. Altijd trainen. En dan soms ook gewoon... Ik heb ooit eens gehad dat ik zo stijf was, dat ik gewoon eigenlijk niet in staat was om in de goal te staan. Ja, maar gewoon dat toch doen en niet 100% voelen. En dat dan je te ver in het rood en gaat. Dan, ja, en dat je dan denkt daarna van, wat was hij dan eigenlijk bezig? Nee, absoluut. Billy, we moeten ook vragen naar de tussenstand in de abonnementenverkoop. Yes, het gaat vlot. Hè. Ik weet niet of dat jullie dat regelmatig zien passeren. 11.600 of zo, denk ik. We zitten nu al over de 11.500. Dat is sowieso al gepasseerd. Dat is sowieso al 700 meer dan vorig seizoen. En blijft elke dag stijgen. We zijn nu sinds kort verhuisd naar, vlak naast jullie eigenlijk, naast Spelerzone met de nieuwe ticketshop en fanshop. En er blijft elke dag volk bij komen, zowel bij ons fysiek als online. En de 12 is niet veraf. Dat zou wel echt heel veel zijn. Ja, tuurlijk. Maar ik snap dat ook, omdat wij een club hebben dat ook heel toegankelijk is voor supporters. En ook supporters heeft waar het gewoon plezant is om bij te zijn. Ik denk zelfs als neutrale supporter dat mensen die misschien niet supporters zijn van de ploeg KV Mechelen wel naar ons zouden komen omdat de sfeer zo plezant is. Het is echt, er wordt aangemoedigd in plaats van dat er eigenlijk negatief is tijdens de wedstrijd. En dat is denk ik onze sterkte, absoluut. Ik denk dat vooral de, ook als mensen... Als mensen andere mensen uitnodigen en die zijn nooit naar Mechelen komen zien, die komen gewoon binnen twee weken gaan die gewoon terug, omdat dat zo fijn is, ook gewoon na de wedstrijd. Ik weet dat die vroeger was dat na de wedstrijd in die grote tent 10 jaar geleden. Ja, dat is dat was, dat was dan een partytent, bij wijze van spreken. En mooie momenten beleefd daar. Ja, maar dat was wel leuk, want nu ook kameraden van mij die dan 10 jaar niet zijn komen kijken, die waren dan tegen Genk daar en die zeiden ja, dat is gewoon nog beter als 10 jaar terug. Dus ja, nu hebben we de bunker onder de F, achter de goal. Ja, ik heb gezien. Daar gaan nu de feestjes door na de wedstrijd, daar is het ook stevig. Ja, misschien moeten wij vanuit de supporters wel nu zeggen, van jullie hebben nu een players corner gekregen in het stadion, om toch ook wel na de wedstrijden bij de supporters toch nog langs te gaan. Hè. Ja, maar is er niet een beurt of zoiets? Dat weet ik niet. Maar ik weet want dan wel is het gevaar natuurlijk dat die symbiose tussen supporters en spelers misschien zou verdwijnen. Ah, pas op, ik denk als je het feestje hebt meegemaakt na de bekerfinale, dat was waanzin. We hebben nog niet veel meegemaakt. Zeker op een voetbalclub dat je zo één kunt zijn met supporter. Dat was echt... Ik heb dat nooit verloren. Gewoon ook al zitten wij nu meer daar. Dat er iets gezegd wordt, gewoon eens naar beneden dat wij er allemaal gaan staan. Het is niet mijn lang gezicht dan dat je dat moet doen. Nee. Veel plezier. Okay. Ja, 12.000. Waar gaat die club naartoe, Billy? Goh. Ik vind het eigenlijk raar. Want je hebt dan nog wel Racing Mechelen, maar dat is niet meer like toen. Dat is eerste provinciale. Dus en Mechelen is toch een grote stad, dus ik vind dat eigenlijk nog... Ja, vind je dat weinig? Nee, dat is veel. Van waar de club komt, is dat veel. Ja. Maar aangezien dat het zo'n grote stad is, zouden we nog denken dat er nog heel veel stappen mogelijk zijn. Valt best mee hoor, als je vergelijkt met Gent of met Antwerpen. Of maar met Gent Laak, is een studentenstad. Hè. Dus eigenlijk alles wat rond Gent ligt, daar komen de supporters van. En Antwerpen heeft ook meer clubs. Hè? Klopt. Ja. Antwerpen is sowieso Antwerpen en Beerschot in het centrum. Dus dat is, denk dat die al samen voor een... 25.000? Nee. Mechelen zelf is... 25.000 supporters zorgen, dus... Zeker. Mechelen zelf is net geen 90.000 mensen. Dus oké, dat is wel wat. Ja. Als je dat vergelijkt met Gent, ik denk dat 400.000 man is. Ja, je haalde het daarnet aan. Jij komt van de tijd van de partytent achter de lange staantribune. Je komt nu op de club. Dat is helemaal veranderd. Dat straalt ook wel ambitie. Ja, tuurlijk. Ik denk dat de club ook de juiste stappen is aan het zetten om op termijn, ik ga daar geen getallen plakken, maar toch op termijn echt naar een vaste play-off 1 klant ook aan de werken is. Hè. Die zijn echt stappen aan het zetten, ondanks heel veel tegenslagen. Hè, want het is veel geweest. Dan een keer tweede klasse terug, omkoopschandaal. Ja, als je dat allemaal kan doen. Ondanks dat heel zot seizoen dan toch de beker pakken en de kampioen spelen. Dat zegt ook heel veel over die club dan. Hè. Ik zeg het ook vaak tegen supporters van andere clubs. Je kan zeggen wat je wil, maar als je over 20, 30 jaar gaat kijken naar een unieke prestatie, dan is het volgens mij wat die spelers vorig seizoen gedaan hebben. Onder die omstandigheden en die druk, wat er daar allemaal speelde.
Ja, ik denk dat je geen sterke groep hebt op die moment, nee, dat je er aan onder doorgaat. Maar ja, ja, wij hebben er allemaal heel goed op gereageerd. Denk ze wel, En hoe komt dat eigenlijk? Dat wil ik niet eens weten, hoe dat jij dat gedaan hebt. Want ik stond er echt van te kijken. Hè? Want ik sta dan in Gent en ik zie dat allemaal gebeuren. En dan denk ik van ja, die gaan gewoon naar beneden gaan en jullie blijven gewoon stijgen. Hè? Het ding was natuurlijk, we waren al gedegradeerd. Stel nu dat je daardoor zou degraderen, dan voelde wel een bepaalde woede. Maar we waren al gedegradeerd, dus wij dachten gewoon van, we gaan nu proberen om dit jaar kampioen te spelen. Stel dat we niet promoveren, oké, dan hebben we toch alles aan gedaan. Maar er werd ook verzekerd van bovenuit van Dieter Pinnings. Die heeft heel goed met ons gecommuniceerd en gezegd van, ja, gasten, je moet je geen zorgen maken. Als we kampioen spelen, gaan we promoveren. En iedereen geloofde er ook in, omdat dat is een heel oprechte mens. Dus iedereen dacht van, dat komt in orde. Het is uiteindelijk ook in orde gekomen. Alleen jammer dat ze dat Europees van ons afpakken. Maar op zich, als je ziet dat het bewezen is, mogen we niet klagen, denk ik, met de uitspraak. Absoluut niet. Ik vind wel dat jullie niet mogen vertrekken totdat we toch nog eens Europees spelen. Hoe? Dat jullie de club niet mogen verlaten voordat we nog eens Europees spelen. Ik zit er al 5 jaar, dus ik heb nog wel even gestart. Dus. Oh, je bent nog maar 22, dus... Wat? Ik heb niet graag over ambities en pronosticeren, maar wanneer ben jij tevreden, Billy, dit seizoen? Goh. Voor mij is echt gewoon een jaartje rustig is echt geen probleem. Natuurlijk moet je ambitie uitspreken en linker kolom is al gevallen. Tuurlijk, dat zou leuk zijn en nog hoger zou heel leuk zijn. Maar ik denk dat je sowieso, als je weet waar we vandaan komen, want vorig jaar was het uiteindelijk gewoon 1B, ben ik heel tevreden met gewoon je handhaven in 1A en achteraf gewoon... daar moet de focus volgens mij eerst op liggen. Gewoon de kaap van de 30 punten of zo halen en dan kan je vooruit... Dan kan je vooruitkijken en wanneer dat je die kaap haalt, of dat dan nu op 10 speeldagen 20 of 30 is. Je bent zo diplomatisch. Snel, ja, diplomatisch. Nee, maar gelijk. Nee, ambitieus, maar zeker niet overambitieus. Nee. Moeten we niet verwachten dat we direct play-off 1 gaan spelen, omdat we 7 tegen hebben. Want ik verwacht nog wel slagjes, hè. Elke ploeg heeft dat. Ja, waar dat we nu misschien boven onszelf uitstijgen, kan het ook wel een periode minder. Ja, want nu, ik vind nu, alles zit ook mee, hè. Ik moet zeggen hoe dat is, hè. Alles zit mee. Die wedstrijd tegen Genk was een perfect voorbeeld. Hè. Shots naar goal, alles lukte nog. Hè. Die tweede goal, alles lukte nog. Kampioengeluk. Ja, nee, niet kan. Ja, ik weet niet hoe dat de je flow, dat kan zeggen, maar... Hè? Ja, maar ik denk, vorig jaar heb ik ook momenten gehad dat het wat minder was. Maar dan had je toch die chance dat je die wedstrijd won, bijvoorbeeld thuis tegen Lommel, dat we nog 3-2 winnen. Dat zijn van die momenten dat je een beetje geluk moet hebben om toch... in de flow te blijven. Want als je die match verliest, is het ook weer een heel ander seizoen. Dus ik denk dat je het allemaal zo af van kleine dingen. De details inderdaad. En denk dat die aan onze kant moeten zijn. Ik denk dat we daar scherp moeten verblijven. Ja. Dat we scherp blijven in die details. Dat we niet... want dat is het gevaar. Als je nu... je 7 op 9. Ik voel dat al. Je voelt dat al zo van buitenaf. Mensen zijn al zo heel lax. En dat is heel makkelijk om daarin mee te gaan. En dat mogen wij absoluut niet doen. Nee. Ik zou heel graag hebben, geef ons een thuisreputatie. Ja. Ik denk dat we dan... Dat is het belangrijkste. Dat had ik ook gezegd. Proberen thuis elke wedstrijd te winnen. Ja, met Genk al een goede start al. En dan af en toe eens uit dus een wedstrijd proberen mee te pikken. Je moet wel zeggen natuurlijk, je gaat niet... Je gaat, bijvoorbeeld als je naar Moeskoen gaat binnen een paar weken, dat je dan niet zegt van ja, we zullen wel zien. Zo zijn wij ook niet. Maar je moet wel realistisch blijven en ik zeg ook heel nederig. Wow. Maar dat is die groep al sowieso Dus, we wensen jullie heel veel succes dit seizoen. Wij gaan het blijven volgen natuurlijk. Zowel thuis als uit. Uiteraard. Ja. En bedankt voor jullie komst naar de Vleeshallen. Die moet ik trouwens nog bedanken. Hè. De mensen van de Vleeshallen die ons ontvangen hebben vandaag. Een soort van Mercado in Mechelen. Het is toch een internationaal gevoel hier. Hè? Ja. Als je hier komt... Het kan zo Londen of Parijs zijn, toch? Absoluut. Dus zie, jullie moeten Mechelen niet verlaten om in een mooie stad terecht te komen. Zeker niet. Billy, jij bent er volgende keer weer bij? Als ik nog mag komen, Evert. Graag. Jij mag zeker komen. Dat zal ergens in september zijn, vermoed ik. Of sneller, we zullen wel zien. Bedankt aan iedereen om te kijken, om te luisteren. En wij zien jullie graag terug voor een volgende Studio Maniwa. Tot dan. Dank u wel.